ook het, de connector verschonen en de lijn flushen met 10 ml NaCl. Dat moet. Ik heb mijn handen uiteraard weer gewassen en ik doe eerst mijn handschoenen aan. Ik heb altijd twee gaasjes, één met alcohol en één zonder alcohol. Een droge en een natte. Dus deze droog. Die wordt nat. Nou, in principe zou je kunnen zeggen, we gaan materiaal verschonen. Dus je mag ook alcohol pakken, maar als je dat niet hebt, dan doe je de chlorhexidine. Zo. Deze ga ik alvast. Ik doe altijd dus een klein slagje open. Even opvullen. Tot er een druppeltje uitkomt, dan hou je hem ook gewoon schoon. En je kan hem desnoods ook even hier op het randje leggen. En we gaan deze gebruiken om te verwisselen. Dus er zit nu een bionecteur op en we gaan de BD-Q-site erop zetten. Zo, je mag dus deze direct op de lijn zetten als je hebt schoongemaakt. Maar je mag ook de spuit alvast dat je hem een klein beetje vult. Maar de lucht is niet heel, dus je mag je gewoon, dat is geen probleem. Kijk. Je kan het zo doen. En dan kan je hem even opvullen. Nou, dat is echt een minuscuul stukje. En dan kan je hem inderdaad hier neerleggen. Want dit was nog schoon. Maar deze spuiten zijn niet steriel. Dus daar moet je wel mee oppassen. Nou, gaan we deze afdraaien. Je kan hem inderdaad hier vastpakken. Als je hem losdraait, niet meer praten met de patiënt. En je kan ook je patiënt vragen naar de andere kant. Pak ik die. En dan maak ik hem helemaal goed schoon. Leg ik mijn steriele gaasje onder. Goed laten drogen. Je kan hem inderdaad ook even zo neerleggen. Dit puntje houden we eraf. Dit raak je verder niet aan. En dan zet je deze draaier gewoon weer netjes op. En dan gaan we flushen. Flushen doen we met stootjes. Kijk, zie wat er gebeurt. En als ik nu rustig inspuit, kijk, dan druppelt hij gewoon. Dat willen we niet, want we willen dat hij heel goed schoon wordt. En als je hem iets hoger kan vastpakken, Carla. Wat? Dat hij iets meer zo. Dan zie je ook dat de lijn gaat bewegen. En dat is heel goed tegen trombose. Zie? Oh ja. Dat is het idee.